ik weet het, vandaag ga ik jullie doornemen door hoe ik mijn shoulder cinema rig opbouw, die ik van Jack 35 sinds kort heb samengesteld. Dus vandaag is het echt een redelijk technisch iets. Als je er niet van houdt, volgende keer weer wat anders. Vandaag ga ik jullie dus laten zien hoe ik hem opbouw onder andere. Dit kost zo'n 5 tot 10 minuten. Ligt eraan of ik hem helemaal vanaf niks moet opbouwen met alle kabels. Of ik hem al voor een deel zoals ik hem nu heb gewoon netjes opgeruimd. Dat scheelt me een hoop tijd. Dus ik zeg, laten we beginnen. Omdat ik hem al voor een groot deel heb opgebouwd, zitten eigenlijk al mijn basiselementen erop. Ik heb standaard mijn Manfrotto sleeve, dus mijn plaatje die hem op de statief zelf bevestigt, zit al bij wijze van onder. Waardoor ik hem dus heel makkelijk, zonder al te veel moeite hoef te doen. Nou, ik heb een HDMI-kabel, waarvan eentje straks naar mijn monitor gaat. Eentje zo meteen natuurlijk in mijn camera sowieso, mijn 7D. Een audiokabel en hier de andere kant van de audiokabel die naar de microfoon gaat. Dit is mijn microfoon, mount, dit is een quick release. Dit zorgt dat ik hem makkelijk af kan halen snel als ik iets tussendoor moet wisselen bijvoorbeeld. Of als ik hem los moet vastmaken. Nou, dit is mijn, en omdat er een balhead op zit, zal ik zo meteen laten zien, is die heel makkelijk los te maken of juist goed te positioneren. Ik heb er een, het zijn 4 bars in totaal, 4 rods, 2 lange en 1 iets kortere. 20 inch, dus dat is ongeveer zo'n 54 centimeter. En 14 inch, dus iets korter, centimeter of 15 korter ongeveer. Er zit een countergewicht aan, dus die zorgt ervoor dat ik aan de achterkant wat tegengewicht heb. Een shoulder pad, de mount van de camera zelf. Een base plate mount, dus die zorgt ervoor dat ik hem op een tripod kan neerzetten. En mijn follow focus mount en 2 brackets om hem dus zeg maar alle 4 op elkaar te zetten. Plus 1 losse mount die ik gebruik voor of mijn beeldscherm. Voor een monitor of voor een handsvat. Dat ik zo meteen laten zien. Nou, het volgende stap is om de hendels aan de voorkant op te zetten. Bij mij heb ik hem vrij simpel opgebouwd. Zo. Letterlijk 1 klik is die klaar. Nou, in dit geval kan ik ze nog iets anders positioneren. In mijn geval mooi breed. Ik heb ze niet recht zoals ze. Dus dat ze recht zo staan. Want dan is het gewicht is verkeerd verdeeld in mijn geval. Omdat ik best wel een zware rig heb. Dan heb ik hier veel meer ruimte om mijn monitor te kunnen plaatsen. Want hier, dit is eigenlijk mijn gezichtsveld van deze kant. Zo. Ik heb handschoenen aan. Het zijn mijn werkhandschoenen die ik gebruik voor shootdagen ook. Zodat ik niet mijn handen openhaal zomaar. Het voordeel is omdat het niks anders zijn dan zelfhandschoenen. Er zit een grip op, maar heb ik dus wel nog volledige vrijheid aan mijn vingers. Het is handig vooral als ik ze buiten moet schieten of met wat meer vochtige weer. Kou juist. De volgende stap is mijn 1635 ultra grote lens. Nou, zoals je kan zien staat hier op. Heb ik op deze lens voor mijn follow focus een zip tie erop zitten. Ik heb ook nog een lens hier, dat is wat groter die doorheen past. Die zorgt ervoor dat ik dus die grip heb om mijn focus te kunnen doen. En er zit aan de voorkant een step-up ring, een gladde, die ervoor zorgt dat ik straks mijn Matbox erop kan plaatsen. Dit is zeg maar het grippunt van mijn Matbox, want het is een clip-on. De volgende stap in mijn geval om follow focus erop te gaan plaatsen en allemaal kabels eraan te gaan sluiten zometeen. In dit geval, omdat ik de defocus van Jack 35 heb, is die vrij simpel om elkaar te zetten. Met 1 schroefje positioneer ik hem zometeen. Zo. En dan zal ik tevens de klem die nog goed vasthoudt op zijn plek. Zo. Dus ik schuif gewoon letterlijk in de lensgear. Dat ik voldoende grip heb, niet dat ik hem te strak heb zitten. Dan voor de opening aan de zijkant. Mijn mini HDMI aansluiting. Gaat erin. En mijn mini jack. Nou, gaat op de andere kant mijn microfoon. Daar komt dus die ballhead heel makkelijk van te pas. Schroef hem op het schroefdraad, in dit geval gewoon van mijn mic, want die aansluiting van de hot shoe die is bij mij defect. Dus moest ik een andere oplossing vinden. Nou, dus je kunt zien, dan kan ik hem overal monteren en dan gewoon vastzetten. Door hem vast te draaien. En dat is eigenlijk alles voor de mic.
partij. Nou, deze kan ik dus in elke hoek neerzetten. En dat is het voordeel omdat ik dus nu volledige bewegingsvrijheid heb. En meer afzet aan de zijkant. Kan ik hem heel mooi instellen zoals ik dat zelf graag zou willen. Zo. Nou, in dit geval is dit een HDMI scherm. Die ik heb aangesloten met een backplate waar zo meteen een LPE6 batterij in gaat. Dat is gewoon de standaard batterij voor onder andere de CVD. Zo. Nou, omdat ik hem nu onder andere als shoulder rig gebruik, heb ik mijn hoofd hangt hier. Dus kan ik er mooi tegenaan kijken. Dan heb ik daarbij nog voor mijn scherm een zonnekap. Dus dat is een must voor als je buiten filmt. Zodat je dus geen tegenlicht hebt, want het is wel een LCD-scherm. En als ergens iets niet werkt, dan is het wel LCD en zonlicht. Heb je al eens misschien met je telefoon geprobeerd, met je laptop? Nou, dat is dus de reden. Zo. Nou, de batterij sla ik standaard. Als ik hem niet gebruik, haal ik hem eruit. Om gewoon zoveel mogelijk stroom ervoor te besparen. Die gaat in de houder aan de achterkant. En dan heb ik hier de matbox. Dit is de team mat van Jack 35 ook. Er zit een French flag op die kan losgemaakt worden en op elke hoek gemonteerd worden. Nou, de mount, zoals ik al zei, zit hier een step ring voor. In dit geval heb ik een hele grote. Je kan hem er zo opschuiven en vastdraaien door hem vast te klemmen, zeg maar. Okay, recht hier. Nou, dan zet ik die French flag zet ik er dus op. Deze zorgt ervoor dat je onder andere geen last hebt van flares van bijvoorbeeld lampen die ik heb staan in je camera of van zonlicht. Je kan ook aan de zijkant ook nog nemen om het helemaal te controleren, zeg maar. Nou, dat is in principe alles wat het gaat voor de grote onderdelen. Zo. Nou, mocht je bijvoorbeeld binnen moeten filmen, of moet ik in ieder geval, heb ik voor mijn hotshoe een klein plaatje hebben die ik in dit geval naar voren heb staan. Zo. Voor mijn videolamp. Die schrijf ik ook, want die zou normaal gesproken gewoon op mijn hotshoe kunnen passen. Maar hier heb ik, omdat ik iets meer naar voren heb, heb ik meer licht die weer naar voren staat. Zo. En zo. Nou, als ik ben dat het dus mijn CVD aanzet, zie ik hem standaard hierop zitten. Ga ik wat hier over naar mijn beeldscherm. Oké. Okay. En omdat ik hem dus met mijn Manfrotto heb staan, met de baseplate, met de slide, kan ik hem nu heel makkelijk uit tillen. Om vervolgens op mijn schouder te zetten en volledige vrijheid te hebben met mijn wegen. En hij is niet al te zwaar gelijk voor mijn schouder en mijn rug. Hij weegt wel wat, maar is goed te handelen in ieder geval. Tevens kan ik hem nog ombouwen tot een low profile camera die ik een beetje meer controle over heb. Door onder andere een handsvat van de voorkant op een andere hoek op te schroeven die ik normaal gesproken voor mijn beeldscherm zou kunnen gebruiken. En door dat te doen heb ik dus ook volledig controle over mijn camera. Dat ik mijn handsvat hier heb en mijn handsvat daar heb, kan ik dus volledig bewegen. En dan heb ik toch nog evenwicht en balans om dus met mijn scherm te kunnen kijken die ik dan volgens plat kan leggen. En mooi alle shots kan trekken. Ja, dat is in principe een scherm. Het stelt niet zo heel veel voor de rest. Qua complexiteit, het is heel veel investeren en het kost heel veel moeite om hem de eerste keer op te bouwen met het apparatuur wat ik in ieder geval voor de gebruik. Volgende keer wil ik mijn Glidecam 4000 HD laten zien, hoe die rig in elkaar steekt. Het is nog een volledig handheld, dus die is nog behoorlijk zwaar. Daar zal ik de voor- en nadelen van laten zien en een beetje de basisprincipes zoals ik hem altijd opbouw. Dus ik zou zeggen, ik wens jullie een hele prettige dag. Op dit moment is het oud en nieuw hier. Dus ik wens jullie in ieder geval een gelukkig nieuwjaar nu op dit moment, als die vandaag online komt. En ik zeg, blijf lekker jezelf. Mijn naam is Jurre. En zoals altijd, bye!